Ja, dames en heren, u was er al. De rijke traditie van orgelconcerten in de Haarlemse Grote of Sint-Bavo-kerk heeft sinds 1951 vaste vorm gekregen in een jaarlijks internationaal hooggewaardeerde orgelmaand. Vorig jaar kwam daar nog een nieuw element mee, een groot draaiorgelfestival op de Grote Markt, dat vanmiddag voor de tweede maal heeft plaatsgevonden. In het programma aandacht voor een orgelconcert van aanstaande dinsdagavond in de Sint-Bavo-kerk, met onder andere de wereldpremière van het stuk Confrontatie van Piet Kee voor kerkorgel en drie draaiorgels. Presentator in Haarlem is Hans Soet. Oude heer Mozart David schijnt al tegen zijn kleine zoontje gezegd te hebben: Wolfie, daar is de orgelmaand. En dan ging hij naar Haarlem met zijn zoon. Ja, of hij dat toen al wist, dat weet ik niet. Dat zou een zeer vooruitziende geest geweest zijn. Maar hij wist wel dat hier een van de beroemdste, misschien het beroemdste orgel van Europa stond. En hij stond hier met zijn zoon, waar wij nu staan. Ja, want die zoon heeft hier op het orgel gespeeld. Hij kwam hier omdat van vader Mozart een studieboek voor viool moest worden gedrukt bij de firma Enschede. En vandaar dat ze hier logeerden en van de gelegenheid gebruik maakten dat de jonge Mozart hier op het orgel kon spelen. En dat was blijkbaar een heel bijzondere gelegenheid dat je dat mocht doen. Het is de vraag of hij van zijn vader al mocht improviseren. Dat weet ik niet. Maar jullie doen het hier ontzettend veel en erg graag. Ja, de improvisatiekunst is eigenlijk het uitgangspunt geweest van het orgelconcours. Men vond dat erg belangrijk en daar werd niet zoveel meer aan gedaan. En het initiatief hier destijds van Jos de Klerk in Haarlem is geweest om hier een improvisatieconcours op te zetten. Dat intussen een groot succes gehad heeft. Een van onze grootste leermeesters op het gebied van improvisatie, de vader van Piet, Cor Kee, is jarenlang docent geweest aan onze orgelacademie. En ik heb zo'n idee dat de bloei en de uitbreiding van de orgelcultuur, ook in Nederland, dat die voor een belangrijk gedeelte mede gestimuleerd is door ons orgelconcours. Dit is niet alleen een schrikbarend mooi orgel, maar ook een schrikbarend hoog orgel. Hè? Want als je hier staat en naar beneden kijkt, krijg je een soort hoogtevrees. Ja, het is inderdaad ongelooflijk, die kerk. Dat gezicht hier op die hele kerk, dat is prachtig. En dan begint dat orgel daar nog eens boven. Is het om dit orgel dat Haarlem een bedevaartsplaats voor organisten geworden is? Dat denk ik wel. Het gevolg is natuurlijk geweest, vooral omdat de gemeente hier eigen organisten in dienst heeft. We hebben er toch nog drie stadsorganisten. Is natuurlijk het gevolg geweest dat hier een grote toeloop van organisten gekomen is. En dat daarom, en dat was ook vroeger al zo, het was voor elke organist over de hele wereld een bijzonder eer om op dit orgel gespeeld te mogen hebben. Vorig jaar zijn jullie begonnen met het bij dit gebeuren betrekken van het straatorgel, het draaiorgel. Dit jaar vindt dat zijn hoogtepunt vlak achter ons, achter dat dichtgemetselde raam. Waarom doen jullie dat? Nou, we hebben dus al enige jaren geprobeerd een uitbreiding aan de belangstelling te geven. En eerst is het klaversymbool er al bij gekomen. In onze Internationale Orgelacademie is ook een cursus klaversymbool.
Verleden jaar hebben we gezegd, nou, dat draaiorgel is toch ook zo'n typisch Hollands instrument. Het beginsel waar ons hele orgelconcours van is uitgegaan. Laten we dat eens proberen we erbij te kunnen betrekken. En de meeste mensen denken altijd, nou, zo'n draaiorgel is natuurlijk van veel mindere kwaliteit dan zo'n kerkorgel. Maar het leuke is dat het enorm aangeslagen heeft. En dat nu Piet K. een speciale compositie geschreven heeft voor draaiorgel en kerkorgel. En bij die gelegenheid heb ik dan gehoord dat dat kleine fluitenorgel wat hier staat, dat er in de 18e eeuw al een soort verbinding was tussen draaiorgel en kerkorgel. En dat heeft natuurlijk een veel grotere, een veel populairdere publieke belangstelling. Want de groep van mensen die geïnteresseerd zijn in deze concerten is altijd toch een bepaalde selecte groep. Dat een orgel met deze naam het eigendom is van een bouwvakker. Maar ik geloof dat u tot die hele bijzondere mannen hoort die zoon en kleinzoon van orgeldraaiers zijn, meneer Roos. Ja, mijn grootvader die heeft er 42 jaar mee gelopen. En hij heeft mijn vader toen overgenomen, die heeft 45 jaar met orgel gelopen. En nou is mijn broer, die is nou overgegaan van mijn moeder met straathoor. Die loopt nou van mijn moeder. Maar hoe komt een orgel nou aan de naam cementmolen? Nou, vroeger heeft er een heel groot wiel aan gezeten van een cementwagen. Heeft wat. En daar is het naam voor genoemd. Hij heeft vroeger de Arend geheten. En toen draaide u het nog met de hand. Dat doet u nu niet meer. Nee, vroeger was het allemaal handwerk. Ja. Nu staat er een motorhoekje op, hè, waar je haast geen personeel krijgt op straat. Hè. Dat is het juist. Anders draaien we liever met de hand. Draaide uw moeder dat orgel ook met de hand? Nou, mijn moeder die heeft vroeger de grote blauwe gedraaid. Die moest met twee armen moest dat in de rondte draaien. Dan ging ze met mijn vader. Ging ze op stap. Want mijn vader die had, en mijn moeder dan, 18 kinderen. Dus die moesten allemaal eten. Zijn die 18 kinderen allemaal orgeldraaier geworden? Nee, er zijn er een stuk of vijf. Dat orgel wat ik nu hoor is ook uit de familie, hè? Ja, dat is een draaiorgel de Philo, daar heeft mijn broer gebouwd. Niel van de grond af. Feiten Postumus heeft decoratie, front, allemaal geschilderd. Net zoals bij hem. Dat heeft Feiten Postumus aan, maar het inhoud van het orgel heeft mijn broer helemaal gemaakt. Wie manst er als u draait? Nou, daar heb ik een knecht voor, hè. Die met mij samen doet dan, hè. Dan gaan we de straat op, dan gaan we de wijk in. Kan iedereen dat? Nee, dat is een apart vak, hoor. Dat moet je kennen. Ja, dat is een heel apart vak. Wat is het bijzondere aan dat vak? Nou, waar zitten de fijne kneepjes? Hoe je de mensen aanhoudt, hè. En beleefd tegen de mensen wezen, hè. Je hebt ook mensen erbij, niet waar, als je de mensen wat in het bakje deponeren. Dan zeggen ze geen dankje of wel, weet je wel. Lopen ze zo door. Wij zeggen altijd tegen de mensen dankje beleefd, dat hoort. Wat draait u het meest op uw orgel? Nou, ik draai alles. De Waard, u bent bestuurslid, voorzitter geloof ik zelfs, van een kring van 1300 draaiorgelvrienden. Ja, inderdaad.